Dinsdag is in de gemeente Heumen besloten om de toegangsgrens voor kindregelingen aan te passen. Leo Bosland is wethouder in die gemeente en legt uit wat de kindregeling precies inhoudt. En ze zijn vooral bedoeld om kinderen waarvan de ouders weinig inkomen hebben, weinig geld, om daar die kinderen toch mee te laten doen met alles wat ze leuk vinden. Dus dat is sporten, maar kan ook zijn dingen als jazzballet, dansen. Maar ook, er is ook geld beschikbaar om op school kinderen te voorzien van een laptop, om te voorzien van een fiets als ze die niet hebben. We hebben van het Rijk voor volgend jaar iets meer geld gekregen. Dus we hebben onderling een plan gemaakt van waar gaan we dat geld aan besteden. En een van deze dingen waar we het extra geld aan willen uitgeven is deze kindondersteuningsregelingen. Want we vinden het belangrijk dat alle kinderen in de gemeente Heumen mee kunnen doen. Het college heeft de toegangsgrens nu dus aangepast. Bosland legt uit wat er precies verandert. Het college van de gemeente Heumen heeft besloten dat meer kinderen gebruik kunnen maken van die regeling. Dus voorheen lag de inkomensgrens voor ouders op 110% van het minimum. Die is verhoogd naar 130% van het minimum. En dat betekent dat in plaats van nu 330 kinderen, volgend jaar, want het gaat vanaf 1 januari, 530 kinderen een beroep kunnen doen op deze regeling. Er kunnen dus meer kinderen gebruik gaan maken van de regeling, maar de gemeente moet zich daar wel extra voor in gaan zetten. Uit onderzoek blijkt dat wij op dit ogenblik maar 50% van de kinderen bereiken die er eigenlijk voor in aanmerking komen. Dat is een beetje vergelijkbaar met de andere gemeentes, maar we weten ook als we meer inspanningen doen, dan bereiken we die andere kinderen ook. En wij willen het liefst dat iedereen die er een beroep op kan doen, mee kan doen.